Maar liefst een miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Ja, wat gaat er nou eigenlijk precies in die kop om als ze depressief bus? En wat als ze met die pillen wil stoppen? Verena Germeraad schreef er een deels autobiografisch boek over. Een bittere pil. Ze zit hier tegenover mij aan de tiramisu, aan de chocolade. Dat is goed, hè? Daar werd ze vrolijk van, heb ik gehoord. Ja, chocolade is goed. Chocolade is goed, hè? Goeie vervanger voor antidepressiva. Ja, maar wanneer komt ze erachter dat ze depressief wordt? 10 jaar geleden heb ik diagnose depressief gekregen. En toen ben ik ook aan de antidepressiva gegaan. Vorig jaar is er nog een diagnose manisch aan vastgeplakt. Manisch is dan zeg maar dat ze weer heel vrolijk bus, hè? Druk, vrolijk? Ja, druk, vrolijk, onbezonnen acties. Impulsief? Heel impulsief, ja. Mm-hmm. Ja, zo is dus toen aan de pillen, antidepressiva, de bus op een gegeven moment met gestopt. Waarom? Ja, meerdere keren. Nou, dat is een voortdurend gevecht geweest de afgelopen 10 jaar. Om toch van die pillen weer af te komen. Van hoe dit idee van ik moet dat gewoon op een of andere manier zelf kennen. Maar waarom wou ze er vanavond? Die pillen die zorgden dat ze het vrij goed vulden, stabiel. Ja, raar eigenlijk. Hè? Want ik had er ook verder helemaal geen bijwerkingen van. Dus dat maar gewoon puur het idee dat ze een pilke slikt om... Ja, nu achteraf denk ik van ja, wat maakt het eigenlijk goed? Nu, naar alles wat vorig jaar gebeurd is. Maar toch is vanaf het moment dat ik antidepressiva kreeg, is dat altijd een doel geweest op zich. Van, ik moet er weer vanaf. Ja, ja. En ik weet ook dat er veel mensen met antidepressiva met dat probleem kampen, inderdaad. Van, ja, die wil om er weer vanaf te komen. Maar ja, goed. Dus je bent dan gestopt en wat gebeurde er dan met zich? Ik ben dus meerdere keren gestopt. Mm-hmm. Maar met name, ik zal even beperken tot vorig jaar. Ja. Tietje is dat goed gegaan. En op een gegeven moment kwam ik echt in een manische fase terecht. In eerste instantie nog denkend van, na de vakantie, ik ben heel goed uitgerust. Geen slaap meer nodig. Nachtenlang achter de computer zitten, internet shoppen. Als ik me ging vervelen, dan ging ik maar gewoon gaan wandelen midden in de nacht. De hele dag door sporten en dan vervolgens weer een nacht doorhalen. Dus je was continu wakker? Ja, eigenlijk continu wakker. En wel in bed liggen om het idee te geven van nou, ik slaap. Hè? In ieder geval om mijn partner het idee te geven van... ik kreeg nog het nachtrust. Ja, maar 12 nachten achter elkaar is er gewoon... Dat was niet vol? In een manische fase hield ze dat wel vol. Maar dan daarna komt natuurlijk zo'n depressieve fase. En dan vult ze echt in een gat. Wat gebeurt er dan? Nou, bij mij de totale vermoeidheid. Die ze dan ook begint te voelen. En... dat begint met... de moeite om bij te komen. Maar dat wordt steeds erger. Naarmate de tijd vordert, dan denk je van... Ja, voor wie doe ik dit nog allemaal? Voor wie voer ik dit gevecht? Dus dat is een heel gevecht geweest om daar weer uit te komen, uit de depressie. Mm-hmm. En suïcidale gedachten en neigingen. Dus dat is heel heftig geweest. En wanneer hebben ze dan toen weer besloten om toch weer aan die antidepressiva te gaan? Vanaf het moment dat de vermoeidheid echt begon toe te slaan, dat ik echt dacht van nou, dit hou ik niet vol, die nachten lang doorhalen. Toen, ik herkende dat ook van eerdere stoppogingen, als dit is gewoon weer echt een afkickverschijnsel van de antidepressiva. Dus ik moet nu toch weer aan de pillen gaan. Mm-hmm. En ook op advies van de huisarts. Ja. Ja, toen heb ze dus een boek over geschreven, een bittere pil. Wanneer dacht ze, ik kon er dus allemaal opschrijven? Ik ben al begonnen met schrijven aan het boek toen ik nog toestoot en in die fase zoot. Maar dat hoor achteraf wordt het een bizarre brei van gedachten die ik had opgeschreven. Dus toen ik dat opstuurde naar de uitgever, kreeg je nog druk met de mededeling van... Had potentieel. Het is ook een grote doorgroep, maar het is wel echt in een... Manische buikgeven. Slik eerst maar weer een pilke. Ja, dus dan heb ik nog wel het een en ander moeten herschrijven om fatsoenlijke Nederlandse zinnen ervan te maken en zo. Dus het is wel al begonnen in die periode. Ben ik al begonnen met schrijven, maar ik heb het de finishing touch toen ik wel goed in mijn vel zat. Ja. En u volgt ook schrijfcursussen, hè? Ja, dat klopt. Ja. Zou ze in straks goed het boek kunnen voorlezen? Wat voor fragment hebben ze uitgekozen?
gekozen? Nou, ik heb een fragment gekozen dat een beetje beschrijft het gevecht wat ik heb gehad om bij een arts te komen. De lange wachtlijst en zo. Want dat wordt echt een heel groot probleem. Dus ik heb dat daar een stukje voor uitgekozen. Alle zielenknijpers in de nabije omgeving, zowel in ziekenhuizen als vrijgevestigden, hebben een wachtlijst van minimaal 6 tot 8 weken. En in sommige gevallen zelfs nog langer. De huisarts belt zich een slag in de ronde om me eerder ergens geplaatst te krijgen. Haar pogingen zijn aandoenlijk, maar tevergeefs. Zelfs de crisisdienst heeft geen plek. Niet eens een minuscuul gaatje om me te ontvangen. Het sterkt me in ieder geval in de overtuiging dat ik niet de enige ben die de weg kwijt is. Met zulke wachtlijsten ga je bijna denken dat heel Nederland gek is geworden. Ik krijg wel het nummer van de crisisdienst. In uiterste noodgevallen, zegt de huisarts, mocht er in het weekend iets zijn. Fantastisch. Nou heb ik zelfs mijn eigen crisisdienst. Maar ik mag ze alleen pas bellen als ik op het punt sta mijn polsen door te snijden. Als je met de ambulance wordt afgevoerd omdat het bloed uit je polsen gutst, of als ze je maag leeg moeten pompen nadat je de hele medicijnkast hebt doorgeslikt, dan hebben ze wel tijd en plek voor je. Anders moet je het zelf maar uitzoeken. Ja, dat is inderdaad een fragmentje uitgezocht. Dat vond ik ook heel erg mooi. En het boek schreef is heel openhartig, dus heel eerlijk. Het is met fragmenten heel pijnlijk en soms ook gewoon heel grappig dingen die ze beschreef. Ja. Wat wilt u met het boek metgeven aan mensen die het gewoon lezen? Nou, ik heb het geschreven in eerste instantie eigenlijk voor de doelgroep wat om geet. Mensen die antidepressiva slikken en die ook heel graag ervan af willen. Maar daarnaast vond ik ook, wilde ik ook een breder publiek. En vandaar dat ik er ook een stuk humor in heb gebracht. Omdat ik toch wel vond van, ik wil me niet beperken tot alleen maar dit. Ja, en ik wil ook hopelijk in de toekomst nog meer boeken gaan schrijven. Dus dan wil ik wel ook laten zien van, nou ja, dat ze kind schrijven. Ja, dat is absoluut met dit boek gebleken. Liggen er alweer plannen voor een tweede boek op stapel? Ja, absoluut. Ja? Kun je het al iets even vertellen? Nou, ik ben van plan, en dat wordt ook eigenlijk mijn oorspronkelijke bedoeling, met een eerste boek een thriller gaan schrijven. Thema huiselijk geweld. Absoluut niet autobiografisch, voor alle duidelijkheid. Ja. Dat wordt eigenlijk de bedoeling. Dus, maar daar ben ik al een heel eind mee. Dus dat is de bedoeling. Dat kunnen we binnenkort misschien wel verwachten. Ja, nou, ik verwacht niet in het komende jaar of zo. Maar ik hoop ergens in de loop van 2013, 2014 of zo dat af te kennen. Gewoon, ja, Verena, tot slot, hoe ga je dat noemen met zich? Nu ging het hartstikke goed. Ja? Fulltime aan het werk. Druk met de promotie van het boek. Dus het gaat hartstikke goed. Nou, dankjewel. Ja, fijn dat je hier was. En ik wil nog één keer zeggen, een bitterpil. Dat is echt een hartstikke mooi boek. Ook als ze zelf helemaal niks met depressie te maken hebt gehad. Dankjewel, Verena, voor die komst. En ga ik lekker verder genieten van de tiramisu. Ja, dankjewel.